Beste mensen, dames en heren, jongens en meisjes, welkom in 2022. Dan zit ik dan achter mijn bureau in plaats van in een bruisende vereniging. Voor het tweede jaar op rij gooit het coronavirus roet in het eten. Waar we vorig jaar nog hoopten dat de receptie dit jaar weer zoals vanouds zou kunnen plaatsvinden, kan dit jammer genoeg weer niet. Vorig jaar waren we vol verwachtingen. Maar helaas hebben we met z'n allen gemerkt, na een hoopvolle zomer, dat dit virus zich niet zo makkelijk onder laat krijgen. En zo heeft het afgelopen jaar ons maar bij vlagen gebracht wat we ervan verwachten. Op dit moment zitten we weer met behoorlijke beperkingen. Gelukkig is de techniek niet besmet door een virus en zijn de mogelijkheden om contact te hebben of zoals nu u toe te spreken in dit digitale tijdperk ruim voorhanden. Het virus dat ons leven nu al bijna 2 jaar lang bezighoudt, heeft ook een aantal ontwikkelingen in de maatschappij zichtbaar gemaakt. Er zijn andere discussies ontstaan dan we kenden. Er is online een geheel nieuwe dynamiek ontstaan. Ik heb waar het kon mensen bezocht en gesproken. Of het nu ondernemers waren, zorgmedewerkers of Nijmegenaren thuis. Ik heb velen zien worstelen. En voor ieder van ons heeft het virus op een of andere manier wel impact gehad. Soms een enorme impact op de gezondheid, soms op het werk, soms op de manier van leven. En voor deze uitzending hebben we ook op straat een aantal mensen hiernaar gevraagd. Dat kunt u zo zien. Hun antwoorden, denk ik, spreken voor zich. Gelukkig kent iedere moeilijke periode ook lichtpuntjes en nieuwe mogelijkheden. Ik heb gesproken met ongelooflijk loyale werkers in allerlei sectoren die zich keihard inzetten met maar één doel. Terug naar onze vrije samenleving die we zo graag weer willen zien. Ik heb initiatieven gezien, gehoord, bezocht die zonder de crisis er niet geweest zouden zijn. Kortom, ik heb een enorme veerkracht gezien bij enorm veel mensen. Dit alles is door de crisis zichtbaarder geworden dan in normale omstandigheden het geval zou zijn geweest. We kunnen dan ook leren van deze crisis. We kunnen kijken waar we fundamenteel andere keuzes moeten maken, waar we onze creativiteit kunnen inzetten. Hoe we betrekkelijk eenvoudig kunnen omkijken naar onze mede-Nijmegenaren. We kunnen naar elkaar uitstralen, ik zie u, ik hoor u. En we willen als gemeentebestuur dit jaar aan iedereen die wij ontmoeten vaker de vraag stellen, hoe gaat het met je? En we willen daarbij de verhalen van de gewone Nijmegenaren, mensen zoals u en ik, die worstelen met de tijd en er het beste van willen maken, verder vertellen. Om te laten zien dat we samen aan dezelfde kant staan. Dat we bondgenoten zijn in deze vreemde tijd die ons op onbekend terrein heeft gebracht. De nuance en die veerkracht van vele Nijmegenaren geeft mij hoop. Hoop voor 2022. En ik praat daar dadelijk na de bekendmaking van de Nijmegenaar van het jaar nog graag even met u over verder. Maar laten we eerst eens kijken hoe Nijmegenaren het afgelopen jaar hebben beleefd en wat hen op de been hield. Nou, wat ik vervelend vind is dat je alles moet combineren. Je hebt de kinderen thuis, je werk gaat gewoon door, dus je dagritme is helemaal anders. Maar wat me er doorheen helpt is positief blijven en genieten van het kleine en dankbaar zijn voor wat je hebt. En niet te veel meer willen vooral. Vervelend is dat je vrijheid kwijt bent. Dat vond ik het allerergste. Ik ben altijd graag op pad. En zeker hou ik van reizen. En ik ben alleen, dus als je alleen bent is corona echt extra vervelend. Maar ik ben gelukkig ook oma geworden in de coronatijd, 3 keer. Dus ik pas op als het mag. Nu mag het even niet. Maar dat heeft me er doorheen geholpen eigenlijk. Dat is het leukste wat er is. Op je kinderen oppassen, kleinkinderen oppassen. Ja, het vervelendste vond ik eigenlijk dat ik niet met mijn medestudenten kon doen. Want ik zat vorig jaar in mijn eerste jaar. Dat je geen contacten kan maken en zo. Maar vooral toch wel zoomen met elkaar en zo, dat soort dingen, hield het wel een beetje gezellig. Ik vind het heel erg vervelend dat mensen overal tegen de regels aan trappen. De regels die zijn er nou eenmaal, hou je daar maar gewoon aan. 1,5 meter is 1,5 meter, moeten we mondkapje op, doe dat mondkapje gewoon op. Dat hoort er gewoon bij. En wat helpt me er doorheen? Ja, weet je, gewoon verder leven. En een beetje oppassen en maatje gek. Wat mij doorheen helpt, dat is eigenlijk wel het sporten eigenlijk. Veel hardlopen. Ik werk alleen maar thuis eigenlijk.
vriend van mij die woont op een kilometer afstand, dus dat doen we gewoon veel. Vreemd op een kilometer afstand, dus eigenlijk is alles heel goed te doen. Ja, het jammer is, je kan niet veel doen, dus ja, je leert ermee omgaan. Dat is hoe ik ermee omga. Nou ja, vervelend is dat de loop een beetje uit de straat is. Dus waar eerst op een normale dag aardige mensen lopen, ja, die blijven nu thuis omdat ze denken we kunnen toch niet naar de winkel. Dus dat is het vervelende eraan. Voordeel is dat ik open mag blijven, want ik ben een essentiële winkel, zeg maar, hè, levensmiddelen. En wat helpt me er doorheen? Creatief zijn. Dingen bedenken dat mensen toch, als ze al hier komen, denken van goh, ik heb zin hierin of daarin. Gewoon meegaan met ja, zeg maar met inventief denken. Dus dat is eigenlijk wat mezelf er doorheen helpt. Nou, het vervelendste vond ik dat ik van de een op de andere dag als student elke dag de hele dag thuis zat, alleen. Ik woonde net niet meer in een studentenhuis, dus ik zat echt elke dag alleen. Dus dat vond ik echt heel vervelend. En wat me daaraan hielp was, toch om proberen via Zoom, samen met mensen, een beetje triest. Mijn kat, die hielp enorm. En vooral in het begin hadden we heel veel van dat soort online happenings. Dat vond ik wel leuk, maar dat is dus nu wel voorbij. Maar dat hielp me er wel doorheen. Wat vind ik er vervelend aan? Ja, ik vind het jammer dat we nu dicht zijn, dat we niet open kunnen. Het liefst zou ik gewoon gasten helpen en gewoon een volle tent hebben. Zeker met deze tijd, super gezellig altijd met kerst. We slaan ons doorheen door gewoon takeaway kerstboxen te verkopen. En hier met ons tentje op vrijdag en zaterdag gewoon open te zijn voor warme chocomel en koffie. Dat soort lekkere dingen. We hebben het gewoon gezellig met elkaar. Dat blijft wel, dus dat is wel fijn. Het is wel vervelend omdat alles nu tegenwoordig dicht is. Dus horeca en zo, die heeft het wel echt zwaar. Dat merken we ook gewoon zelf. Want als jij nu om je heen kijkt, is het echt heel rustig. En van deze periode is het gewoon niet fijn eigenlijk om alles dicht te hebben. Want het is nu echt de periode waarin iedereen dingen wil kopen natuurlijk. En ja, gewoon je ding doen uiteindelijk. Want uiteindelijk draait het gewoon dat je door moet gaan. Want ik ben niet afhankelijk van dit, dus dan moet je door blijven gaan. Ik vind er eigenlijk weinig vervelends aan. Ik vind het jammer voor een hele hoop mensen natuurlijk. Ook voor de horeca en de business, noem maar op, voor alles. Maar ik heb er zelf totaal geen problemen mee. Het enige nadeel vind ik van in de weekenden, ik wandel heel graag. Nou, dan ga ik niet de bossen in. Het wordt overal mij veel te druk. Maar voor de rest, ik heb er geen problemen mee. Ik heb goede hobby's, ik verveel me niet. Ik kan goed thuis zitten. Ik lees veel. Ik fiets veel, ik wandel veel en ouwe hoeren, dan mis ik dat wel een beetje van als je op het terras zit in het bij het café. We hebben in onze stad heel veel mooie gebruiken en tradities en één daarvan bestaat sinds 2008. Dat is de verkiezing van de Nijmegenaar van het jaar. En dan gaat het over Nijmegenaren die een bijzonder jaar hebben meegemaakt met bijzondere prestaties. We hebben 3 kandidaten zo elk jaar en ook dit jaar weer. En die stel ik graag even aan u voor. Mijn naam is Boubacar Bouchalga. Ik ben jongerenwerker in de wijk Lindehout voor organisatie Bindkracht 10. Ik ben genomineerd omdat wij als organisatie Bindkracht 10 veel hebben betekend tijdens de coronaperiode voor de jongeren in Nijmegen. We zijn veel aanwezig geweest op straat. We hebben het online jongerenwerk opgezet waardoor we de jongeren konden bereiken. We hebben de jongeren mentaal ondersteund. Tijdens de Ramadanperiode hebben we onze schema wat aangepast. Zijn we ook wat in de nacht gaan werken. Ik denk dat wij hebben laten zien als Bindkracht 10 dat we onmisbaar waren in Nijmegen. Wat ik Nijmegen in 2022 toewens is hopelijk een corona-vrij jaar. Ik hoop het licht aan het einde van een hele donkere tunnel. Maar ook heel veel gezondheid, veel liefde en veel geluk. Mijn naam is Sinan Jan, ik ben 44 jaar oud, geboren en getogen in Nijmegen. En ik woon nog steeds in Nijmegen met heel veel liefde. Ik ben documentairemaker bij BNNVARA, bij de Nederlandse publieke omroep. Op deze plek werd 3 jaar geleden het kalifaat opgericht door de leider van IS. Waarom ik genomineerd ben? Ik maak ontzettend veel documentaires in het Midden-Oosten. En overal waar ik naartoe ga, draag ik Nijmegen met me mee. Ik promoot de stad ook heel erg. En dat doe ik met heel veel liefde. En
tot grote ergernis van mensen die buiten Nijmegen wonen. Ik steun vrijwilligersinitiatieven in Nijmegen. Je kan me daar eigenlijk altijd voor bellen. Wat wens ik Nijmegen in 2022 toe? Nou, ontzettend veel liefde en nog veel meer samenhorigheid, want dat hebben we wel nodig in deze tijd. Ik ben Oscar Hoyting. Ik ben intensive care specialist in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Ik ben genomineerd voor deze heel bijzondere titel, omdat ik in de afgelopen 2 jaar hard gewerkt heb om alle ernstig zieke coronapatiënten in onze regio te helpen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik met mijn hele team en dat doen we met een hele hoop zorgverleners. Dus ik zie deze nominatie ook eigenlijk als een nominatie voor alle zorgverleners in Nijmegen om mij en mijn collega's een hart onder de riem te steken. Ik denk dat in deze coronatijd hebben wij als zorgverleners een stap vooruit gedaan. En namens de intensive care ben ik dat met name geweest in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. We hebben laten zien wat corona nou betekent voor patiënten. En de ernst van de situatie hebben we geprobeerd zo goed mogelijk onder het voetlicht te brengen. En ik denk dat wij daarom ook genomineerd zijn. Ik hoop dat we in 2022 een wat rustiger en ontspanner jaar gaan krijgen dan de afgelopen 2 jaren. Zowel voor mij en mijn team, maar ook voor de rest van Nijmegen. En ik hoop met name dat we in deze roerige tijden goed op elkaar blijven passen en een beetje lief voor elkaar blijven. Eigenlijk zou nu ook de vorige Nijmegenaar van het jaar bij ons aanschuiven, Tim Hogebos. Maar aan deze tijd kun je niet heel veel plannen en Tim kan helaas niet bij ons zijn, want hij is ziek. Geen corona, heb ik begrepen. Tim, vanaf deze kant in ieder geval heel veel beterschap en graag tot de volgende keer. Beste mensen, u heeft het kunnen zien, we hebben 3 hele mooie kandidaten om Nijmegenaar van het jaar te worden. Het kan er maar 1 worden. Het zijn prachtige kandidaten en als ik goed luister, hoor ik hem volgens mij ook al aankomen. Goedemiddag. Oscar Hoyting, gefeliciteerd Nijmegenaar van het jaar. En een hele mooie en ook verdiende titel voor jou. Ja, ik begin toch maar met de Mart Smeets vraag voor degenen die nog kennen. Van, hoe voelt dat nu? Ja, een enorme eer en een enorme opsteker in deze toch af en toe best wel zware tijden voor ons. Want hoe was dat nu zo het afgelopen jaar? Zwaar kan ik me voorstellen, maar misschien kun je er wat meer over zeggen. Nou, totaal anders dan anders. Ja. We hebben natuurlijk heel veel zorg verleend aan de coronapatiënten. Dat zal iedereen weten en niet ontgaan zijn. Dat betekent dat we heel veel hetzelfde gedaan hebben. Dat we veel meer hebben moeten doen. En dat we echt op een heel andere manier hebben moeten werken dan normaal. En dat heeft bij iedereen denk ik veel kruim gekost. En dan is het extra mooi, kan ik me voorstellen, althans vind ik zelf, dat zoveel mensen in ons panel hebben gezegd, dit is de Nijmegenaar van het jaar. En misschien ook wel een beetje als symbool voor jou en al je collega's. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is een opsteker voor mijn hele team, maar ik denk voor alle zorgmedewerkers in Nijmegen wel. He, dat je met z'n allen op dit soort manieren in het zonnetje wordt gezet, dat doet ons gewoon heel veel goed in deze gekke tijden waarin toch wel echt veel van ons gevraagd wordt. Ja. Het is nog heel erg vroeg. Hè? Je hebt net gehoord de prijs die je hebt aan het begin van het jaar. Kun je iets zeggen wat je daar denkt mee te kunnen gaan doen? Wat zou je kunnen doen met die titel Nijmegenaar van het jaar? Nou, misschien Omicron de kop indrukken. Dat zou het helemaal een mooie prijs zijn. Ja, een virus bestrijden. Het virus bestrijden. Nou, we zullen dit jaar toch nog gewoon wel hard moeten doorwerken. In ieder geval bij tijd en wijle, verwacht ik. Dus het is een enorme opsteker voor ons en dat zal ons zeker energie geven om de komende periode dit virus de kop in te drukken. En ik hoop dat we dan met z'n allen, met heel Nijmegen, met heel Nederland, weer een beetje richting een normale situatie kunnen. Waarbij we het weer gezellig en fijn hebben met z'n allen. En dat we wat minder tegenover elkaar komen te staan. Ja. Prachtige wens, beter kunnen we het niet zeggen. Hier staat het mooie beeld wat hoort bij Nijmegenaar van het jaar zijn. En ik heb ook nog een mooie bos bloemen en een oorkonde voor je die ik natuurlijk mag geven. Alsjeblieft Oscar, het komt je helemaal toe. Van harte gefeliciteerd nogmaals en ook heel veel succes in het nieuwe jaar. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal, beste mensen.
Met de keuze van Oscar Huyting als nieuwe Nijmegenaar van het jaar hebben we de kern van het jaar 2021 samengevat. Nogmaals van harte gefeliciteerd Oscar en al die andere zorgmedewerkers voor wie deze onderscheiding eigenlijk ook is. Een panel van 4000 Nijmegenaren heeft de meerderheid voor jou of jullie gekozen en dat is een goed signaal voor ons allemaal. Laten we ook weer vooruitkijken. Het jaar 2022 zal ons ongetwijfeld veel brengen. Corona is nog bij ons en zal nog wel even bij ons blijven. We zullen onze weg vinden in hoe we hiermee omgaan. Maar Nijmegen kent nog veel meer uitdagingen en mijlpalen komend jaar. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. U mag allemaal weer stemmen op de partij van uw keuze. En denk erom, dat gaat echt ergens over. De gemeenteraad gaat over veel zaken waar we met z'n allen graag over nuilen. Waar komen woningen? Wat doen we met het verkeer? Welke ruimte geven we aan ondernemers? En hoe en welke initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen we financieel of meer in praktische zin? Waar willen we heen met Nijmegen? Groeien we door en zo ja, hoe dan? Allemaal zaken die u kunnen raken in uw dagelijks leven in deze stad. Dus ik roep u nu voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst op, ga in maart stemmen. De gemeenteraad doet ertoe. En de nieuwe gemeenteraad wens ik nu alvast wijsheid toe. Een brede blik, een rechte rug ook als het schuurt met de sentimenten die op sommige thema's leven. Mijn ervaring is dat wanneer je laat zien waar je voor staat, dat er dan ook rust en duidelijkheid ontstaat. Iets waar veel mensen respect voor hebben, ook wanneer ze het niet met je eens zijn. Een van de belangrijkste thema's voor het komend jaar is wonen. De geografische grenzen van onze gemeente zijn een gegeven. En daarbinnen moeten de ruimtelijke keuzes gemaakt worden. We zijn als Nijmegen helaas aanwezig in de top 3 van steden met de grootste woningtekorten. Er wordt hard gewerkt om deze top 3 te verlaten. Want er zijn nou eenmaal lijstjes waar je liever niet in staat. Een woningbouw zorgt voor dilemma's. Het dilemma van meer woningen voor ieder die onderdak nodig heeft versus de behoefte aan ruimte om ons heen. Denk aan ruimte voor recreatie, sport en spel, groen, voorzieningen. En ook, nieuwe woningen met meer mensen gaan vaak gepaard met extra voorzieningen en extra verkeer. Wat een belasting betekent voor toch al vaak drukke gebieden. En waar je een woning bouwt, kun je geen bedrijf bouwen. Maar bedrijven zijn wel nodig voor de werkgelegenheid. Tel daarbij op dat er ook nog een deel van onze woningvoorraad nodig is voor speciale groepen, zoals vluchtelingen of mensen die door omstandigheden op straat komen te staan, mensen met psychische problemen. U begrijpt wel dat de zorgen groot zijn en het maken van de juiste keuzes heel belangrijk. Dit alles vanuit de gedachte dat er een Nijmegen plaats is voor iedereen, ongeacht waar je vandaan komt of wie je bent. Ikzelf vind de werkelijke uitdaging voor 2022 dat we niet verzanden in oeverloze discussies over belangen, inspraak, procedures en bouwwensen. In werkelijkheid, beste mensen, gaat het om het durven maken van keuzes. Politieke keuzes en onder andere de Nijmeegse gemeenteraad. Keuzes die we durven uit te leggen, ook al is niet iedereen tevreden. Beste mensen, lieve Nijmegenaren, ik kijk met u uit naar een hopelijk voorspoedig 2022. In 2022 waren we niet meer via schermen met elkaar praten, maar elkaar weer in het echt kunnen zien en horen. Waarin we aan elkaar kunnen vragen, hoe gaat het met je? Ik wens u allen een veilig, gelukkig en gezond nieuwjaar toe. Alle 176.639 Nijmegenaren die onze stad sinds 1 januari telt. Samen gaan we verder.